Kringlooplandbouw op Texel. In de nazomer komt de laatste snede van het land. Hoe kan je de waarde hiervan verhogen voor het rantsoen van de koeien? En hoe wordt er samengewerkt met een akkerbouwer? We zijn hier op het bedrijf van René en Martijn van der Star. En samen met hun vader hebben ze hier zo'n 190 melkkoeien. En we zijn hier eigenlijk voor de oogst van de vierde snee. En die vierde snee die wordt eigenlijk op melkveebedrijven steeds belangrijker. Vroeger werd het nog wel gezien als een jongveesnee. Maar omdat we nu steeds meer bezig zijn met het eiwit van eigen land, willen we eigenlijk die vierde snee op een manier oogsten dat die goed benutbaar wordt, ook voor de melkkoeien. Uitgangspunt is het rantsoen wat je al hebt. Daarbij staan de zelfgeteelde voeders centraal. Hoe ziet dit eruit bij Van der Star? Snijmaïs, de graskuil, voerbieten voeren we erin. Tarwegist zit er in het rantsoen en een meelmengsel. Met al die producten probeer je natuurlijk een uitgebalanceerd rantsoen te krijgen. Tegen de tijd dat de laatste snede kan worden gemaaid, weet de melkveehouder al wat hij dit afgelopen jaar heeft geoogst. Deze snede moet een aanvulling hierop zijn. Die eerste snede gras die is natuurlijk in mei gekuild en daar weten we de gegevens al van. En dat is al een vast gegeven dat die gehalte, het suikergehalte, heel erg hoog is. En het is een vast gegeven dat die voerbieten natuurlijk, ook, dat daar ook suiker in zit. Dus weten we nu al een beetje dat het moeilijk wordt. En daar proberen we nu op in te spelen dat we dit gras droger inkuilen als gemiddeld. Ik verwacht wel dat het een 40% droge stof heeft. En dat we hopen dat het eiwitgehalte in deze kuil ook hoger is als gemiddeld. Het is nu dinsdag. We hebben afgelopen vrijdag zijn we beginnen te maaien. En zaterdag. En voor die tijd is het eigenlijk, was er geen zon eigenlijk. En met die gedachte hopen we eigenlijk nou dat er een hoger eiwitpercentage in het gras zit. Als we nu bijvoorbeeld dit gras nog een week hadden laten staan, dan werd dat eiwit omgezet in suikers. En dat wilden we eigenlijk niet. Het is gewoon een hele belangrijke snee. Maar hij is ook zo super van het jaar. Dat je, het wordt ook zo mooi gewonnen. Verleden jaar had je alles, dan had je geel gras eronder. Nou, dan is de smaak weg en conserveert niet meer. En nou conserveert het ook nog fantastisch. Dus het is een snee om u tegen te zeggen van het jaar, vind ik. Het blijft een puzzel om een rantsoen samen te stellen waarbij je zoveel mogelijk eigen geteeld voer kunt benutten. Maar het is op net welke kuil je openmaakt, is het beste rantsoen eruit halen. Dus dan is het ene keer meer maïs bijvoeren of meer gras. Of nou, net hoe het ureum is van de koeien ook wel eens. Ja. En, ja. Het lijkt ook dat de eerste snee bij ons heel snel is van het jaar. En ik denk dat daar die vierde snee dan weer mooi bij past. Want die heeft vrij hoge droge stofgehalte. En ik hoop dat er nog aardig wat eiwit in zit. En in de eerste snee valt het eiwitgehalte wat tegen, omdat we een erg droog voorjaar hadden. Dus ik denk dat dat wel weer past dan. Twee maanden later blijkt dat er al gevoerd is van de vierde snede en is er inmiddels een kuilanalyse. Ze hoopten op 40% droge stof. En dat werd zelfs meer. Nou, als ik naar de droge stof kijk, is deze 56%. Dus daar ben ik heel blij mee. Met de FEM 889, dat is ook gewoon voor die snee ook heel netjes. En als we dan kijken naar de ruw eiwit van 161, kunnen we ook niet heel veel voor zeggen. Suiker 54. Die is iets minder hoog, maar dat is eigenlijk wel gunstig voor wat jullie hebben geoogst van het voorjaar met de eerste snee. Ja. De eerste snee was puur hoger en daarom is dit weer de goede balans erin te krijgen. Waardoor we met de mengwagen voeren, krijg je weer het mooiste rantsoen voor de koe. Het is ook aan je kostprijs daarmee omlaag kunt krijgen. Ik bedoel, dan moet je die laatste liter niet willen halen meer. En als je koeien er dan ook even goed gezond blijven en op tijd weer drachtig kunt krijgen en zo, dan volgens mij doe je het dan wel goed. Het bedrijf van Van der Star heeft een mestoverschot.
Dit kunnen ze afzetten bij het akkerbouwbedrijf van de familie Langeveld. Akkerbouwer Langeveld teelt verschillende gewassen, waarvan de pootaardappels het hoofdgewas is. Zij kunnen de mest goed gebruiken. En zo hebben wij samen eigenlijk die samenwerking aangegaan, dat wij hun reststromen afvoeren. Dus de mest die hun niet kunnen gebruiken, gebruiken wij. En op die manier zitten we vlak bij elkaar en heb je een gesloten kringloop, laten we het zo noemen. Alleen met twee verschillende bedrijven, maar het is hetzelfde idee. Melkveehouder van de Star is niet de enige die mest levert. Wij gebruiken ook geitenmest, vaste geitenmest en compost. En wij composteren zelf al onze riet, al onze slootruigte, zeg maar. En dat voeren wij ook aan van andere bedrijven af, zeg maar, die het niet gebruiken. Zodat wij het kunnen opmengen met onze vaste mest die wij toekrijgen. We zitten hier op een relatief arme zandgrond. En we willen het organische stofgehalte in de grond eigenlijk zo hoog mogelijk krijgen. En door we dat iedere keer aan blijven voeren, hopen we dat we er toch langzamerhand naar een beter bodemleven gaan. Zodat we gewoon vitalere en betere gewassen kunnen telen die ook gewoon gezonder zijn. De reststroom van Langeveld, namelijk afgekeurde pootaardappels, belanden weer op het erf van de Star en worden verwerkt in het rantsoen van de koeien. Dat de twee bedrijven samenwerken is niet nieuw. Mijn vader en de vader van René en Martijn, die zijn al met elkaar begonnen om samen te werken. Dus al landhuren van elkaar. En van lieverlee groeit dat gewoon. En dan krijg je een nauwere band samen en bouw je daarop voort. Maar het belangrijkste voor de akkerbouwer is dat beide bedrijven bouwland met elkaar ruilen. Wij telen 1 op 4. Dus eens in de 4 jaar op een perceel telen wij aardappels. En om ons areaal uit te breiden doen we dus eigenlijk de samenwerking met Van de Star. En op die manier kunnen wij dus ons bouwplan iets verruimen, zeg maar, op de pootaardappels iets uitbreiden doordat je wat extra gronden erbij hebt. Ja, we wisselen land uit. Wij komen met maïsland bij hem en hij met aardappelland bij ons. En de verhouding is plusminus 1 hectare aardappelland op 1,5 maïsland, zoiets. Ja. De sleutel is eigenlijk dat je moet geven en nemen. Je moet niet op de laatste kuub mest gaan zitten of op de laatste euro of op de laatste. Je moet het gewoon met elkaar oplossen. En ik bedoel, het komt altijd wel goed. Je moet niet altijd maar het onderste uit de kan willen om het sluiten te maken.